Dank Nina voor het introduceren en dank voor Rebecca en Willem om hier te komen voor deze discussie. Ik denk dat het een heel belangrijke discussie is. We zien dat links er zwak voor staat en dat er tegelijkertijd wel heel veel verschillende groepen zijn die bezig zijn om te proberen radicaal links geluid te versterken, organisaties op te bouwen. Dus heel welkom dat we het hier ook samen over hebben van waar staan we en wat staat ons te doen. Ik wil beginnen met een aantal observaties over de krachtsverhoudingen waarin we actief zijn. En ik denk dat de andere sprekers er niet oneens mee zouden zijn om te zeggen dat we er best wel zwak voor staan als links. Dat zie je bijvoorbeeld aan een aantal van de crisis van de afgelopen 10 jaar... die het kabinet over ons heeft uitgestort en de manier waarop ze daarmee omgaan. Als het gaat over de opvang van vluchtelingen, wordt jarenlang op bezuinigd. Mensen slapen buiten, wordt vervolgens gebruikt om het recht van vluchtelingen op verblijf nog verder te ondergraven. Dat zien we bij de toeslagenschandaal, waarin op een racistische wijze ouders worden geterroriseerd door de staat, waar vervolgens excuses voor worden gemaakt en waar nu wordt gekeken of niet een of ander privé consultancybureau kan helpen om hun eigen zakken te gaan vullen om dat te verhandelen. En dat zien we ook als het gaat over bijvoorbeeld de gascrisis, waar verder is gegaan met de boringen, ook al werd duidelijk wat de gigantische impact er was voor mensen die in de provincie woonden. En waar Rutte afgelopen week stelde dat hij het wel degelijk ook echt een probleem vond, maar dat hij vooral ook het vervelend vond dat die dividendbelastingafschaffing, dat die er niet door is gekomen, omdat daardoor bedrijven als Shell zijn vertrokken. Dus het is heel veelzeggend dat we niet alleen die crisis hebben, maar dat tegelijkertijd het wordt gebruikt om diezelfde bedrijven en de kapitalistische belangen die erachter zitten verder te versterken. Tegelijkertijd zien we dat de belangrijkste oppositie tegen dit kabinet, of niet de meest vocale oppositie, vanuit extreem rechts komt. Dat zien we met de Forum voor Democratie in eerdere instantie. Nu zien we het met de BBB, een extreemrechtse partij die de stikstofcrisis ontkent, de klimaatcrisis ontkent en op die manier oppositie voert tegen het kabinet. Als we kijken naar de klassenstrijd, dan zien we de afgelopen jaren een opleving van stakingen, van verzet. Maar tegelijkertijd zijn er denk ik wel een hele belangrijke opleving. En ook historisch, als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar, van hoeveel er de afgelopen jaar gestaakt wordt. Maar wel met 2 belangrijke kanttekeningen. Dat de eerste is dat in bijna alle sectoren, ook de sectoren waar gestaakt wordt, nog steeds een gigantisch koopkrachtverlies plaatsvindt. Er zijn overwinningen van 10-12%, terwijl de inflatie 16% is. En de tweede kanttekening is dat het ook heel erg de vraag nog is in hoeverre de netwerken van onderaf in de vakbond zich op deze manier ook aan het opbouwen zijn. Dat de kaderleden die belangrijke stakingservaring nu opdoen, ook in contact komen met kaderleden uit andere sectoren. En dat ze op een anticapitalistische basis proberen ook de vakbond in een strijdbare richting te duwen. Volgens mij is dat niet een proces wat we op het moment zien. En dat zorgt er ook voor dat dat de FNV-top zelf nog met een groot gemak wegkomt. Met dat de manier waarop bijvoorbeeld het pensioenakkoord is doorgedrukt. Als het gaat over sociale bewegingen, denk ik dat we de afgelopen jaren, met name als het gaat over de klimaatbeweging, gigantisch veel strijd zien. Grote demonstraties, gigantische blokkades ook, burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat een hele grote stap vooruit is voor sociale bewegingen. Maar dat je tegelijkertijd ziet dat de klimaatbeweging wat dat betreft een beetje de uitzondering is. En dat bijvoorbeeld als het gaat over de woonstrijd of antiracistische strijd, de afgelopen jaren niet in staat zijn geweest om op een duurzamere manier mensen op straat te brengen, op confrontaties tegen extreem rechts, dat soort dingen. Dus je ziet dat de klimaatbeweging wat dat betreft nog een uitzondering is. Wel een hele belangrijke beweging en ook een mogelijkheid waar andere bewegingen zich zouden kunnen optrekken. Dit over de context waarin we als radicaal links opereren in Nederland.
Dit ook in een internationale context die ook redelijk zorgwekkend is. Daar hoef ik mensen ook niet aan te herinneren. Maar ik noem de klimaatcrisis, de gigantische toename van de geopolitieke confrontaties, de oorlogsretoriek rond China, de Verenigde Staten, de toename van gigantische wapenbudgetten. Dus we staan voor een aantal hele grote uitdagingen als Radicaal Links. Hoe ver ben ik? Nu 4 minuten gesproken. Oké, nou dat lig ik op schema. Meer dicht bij 5. Ja. Ik wil 3 punten maken als het gaat over van hoe bouwen we een links, of waarvan ik denk van nou, dat zijn belangrijke uitgangspunten in hoe we een strijdbaar links in Nederland opbouwen. Ik denk de eerste punt wat ik wil maken, en dat is misschien minder een punt hoe we opbouwen als meer misschien ook een discussiepunt ten opzichte van de anderen, is van, ik denk dat een heel belangrijke vraag is voor Radicaal Links op het moment van hoe gaan we ook om met het parlement. Hoe kijken we daarnaar? Als IS staan we heel sympathiek tegenover de partij Bijeen. We hebben stemadvies gegeven met de landelijke verkiezingen. Ik denk dat de partij een heel belangrijke aanvulling is op een links dat over het algemeen gewoon alle principes overboord heeft gezet. GroenLinks, PvdA, die is een soort van FOP-oppositie voeren tegen het kabinet. Tegelijkertijd als IS hebben we ook een keuze gemaakt om niet onderdeel te worden van Bijeen of van de socialisten. Omdat we het gevoel hebben dat de ruimte voor dit soort van radicaal linkse partijen opengebroken kan worden. En alleen opengebroken kan worden door een toename van sociale strijd. Op het moment dat er grotere bewegingen zijn, grotere stakingen, dat ook de ruimte geeft voor anticapitalisten om op een grotere basis te organiseren. En dat op het moment dat die ruimte er niet is, de toename van verzet die eraan vooraf gaat, de klassenstrijd, heb je het gevaar dat je een heel heterogene partij aan het opbouwen bent of probeert het bewustzijn dat op heel veel verschillende punten nog zit samen te brengen in één partij. En dat is een hele lastige. En ik denk ook wat een belangrijk punt is als het gaat over hoe we naar het parlement kijken, is dat we misschien ook meer moeten reflecteren op de lessen van de afgelopen 10 jaar internationaal. We hebben in Griekenland gezien met een partij als Syriza, een radicaal linkse partij, die de verkiezingen won en de afgelopen jaren steeds verder naar rechts is afgegleden. En met de laatste verkiezingen ook een grote nederlaag heeft geleden. We zien het met Podemos 10 jaar geleden ook als een soort van radicaal links alternatief werd neergezet. De afgelopen jaren samen met de sociaal-democratische PSOE in de regering. En nu zijn daar vervroegde verkiezingen uitgeschreven omdat beide partijen zoveel water bij de wijn hebben gedaan dat de steun daarvan afbrokkelt. Dus ik denk dat dit is een belangrijke vraagstuk, denk ik ook voor de discussie, van hoe gaan we om als revolutionairen met het parlement. Onze positie is niet, we doen niet mee met het parlement of verkiezingen, maar hoe gebruik je het parlement als een manier om sociale bewegingen te versterken? Gebruik je het om de façade van de democratie in het parlement zichtbaar te maken, dat er geen democratie is in de Tweede Kamer, dat het uiteindelijk puntje bij het paaltje de multinationals zijn die daar de beslissingen maken? Of dat je gaat verliezen in soort van allerlei kleine verbeteringen binnen het systeem, omdat je denkt dat daar verandering vandaan komt. Oh, dan heb ik toch niet zoveel tijd. Een tweede punt wat ik wil maken als een soort van opbouw naar een nieuw links, is het belang van ideeën en discussie. Ik denk dat dat gaat over 2 dingen. Het gaat over aan de ene kant het normaliseren van systeemkritiek, anticapitalisme, marxistische analyses voor een breder publiek toegankelijk maken. En op die manier meer een pol in het publieke debat te vormen. En aan de andere kant op het vlak van ideeën proberen weg vooruit te schetsen voor sociale bewegingen, actuele discussies, dat soort dingen. Dat we op die manier ook met de ideeën gewapend die bewegingen kunnen bouwen. Tot slot, ik denk een heel belangrijk punt is dat we beginnen vanuit het besef dat verandering van onderaf komt. Dat betekent dat we bewegingsopbouw daar de prioriteit moeten stellen. Voor ons als organisatie betekent dat het belang van samenwerken met andere organisaties in een verenigd front rond concrete onderwerpen.
En ik denk dat we daar het afgelopen jaar ook een aantal voorbeelden van gezien hebben. De solidariteit bijvoorbeeld met de NS-stakingen die gaande was, waar we met klimaatactivisten samen met andere delen van links handtekeningen opgehaald hebben voor de stakers en tegelijk daarna bij de stakers hebben langsgebracht. Maar ik denk dat die samenwerking ook hoog nodig is als het gaat over de extreemrechtse aanval op in dit de afgelopen maanden vooral LHBT'ers, maar wat iets is wat alle sociale bewegingen raakt. Ik denk dat de strijd tegen extreemrechts een manier kan zijn om verschillende sociale bewegingen, verschillende delen van links samen te brengen, omdat we daarin een heel concreet eigen belang hebben. Ik denk dat door die samenwerking kunnen we successen boeken. Dat is iets waardoor we zelfvertrouwen winnen en ook elkaar beter leren kennen. Dat was het. Ja, ik geef aan de hand van dat even, gooi ik de volgorde even om. Want ik denk eigenlijk dat ik het heel erg met Ewout eens ben in de zin dat ik niet denk dat wij met z'n allen, en dat is deze zaal van, ik gok 40, 50, ik weet niet precies hoeveel mensen hier zitten, wij gaan het in ieder geval niet doen met z'n allen. Dat is niet om vervelend bedoeld naar jullie toe, ik denk dat jullie heel capabele mensen zijn. Maar ik denk dat de sociale bewegingen die daar vooraf gaan, de vakbeweging die daar vooraf gaat, dat is uiteindelijk waar we in werken. En wij kunnen daarin, om ons missie als complex nog verder te steunen, de brenger van het goede nieuws zijn. De brenger van het nieuws van een bepaald programma met ideeën van socialisme. Het idee dat een centraal plan inderdaad het klimaatramp de ergste effecten daarvan kan stoppen. Dat arbeiderscontrole daadwerkelijk een stabiel leven kan brengen voor de mensen die strijden in de vakbonden. En dat vrede en veiligheid dat mogelijk is. En we zien denk ik ook dat in die sociale bewegingen waar we in strijden, die dan niet aan het stabiel aan het groeien zijn, sommige iets duurzamer dan andere, dat die wel vatbaarder worden voor die ideeën. Of in ieder geval voor dat goede nieuws. Ik denk dat in dat goede nieuws, dat we als socialisten in ieder geval een gezamenlijk doel hebben. En ik denk dat in die zin er wel ruimte is voor samenwerking, dat er een soort van duidelijk nadeel zit aan niet die interventie samen doen, namelijk dat je, kijk, als je met z'n allen bent en je wil een kleine interventie doen, dan kan dat altijd nog. Als je grote interventie wil doen, dan kun je dat alleen maar met z'n allen. En waar we moeten kijken is natuurlijk, je hebt de angst, en dat is een redelijke angst, van een soort heterodoxe club, waarin er mensen inderdaad tussen zitten die gewoon, principieel de foute kant kiezen. De kant niet van de mensen die belang hebben bij die vrede, bij die stabiliteit, maar de mensen die belang hebben bij het omgekeerde, bij het behouden van het huidige systeem. En als je die mensen te veel in zo'n club hebt, dan is dat duidelijk een probleem. Maar ik denk dat je komt erachter of die fundamentele problemen tussen ons bestaan, juist door elkaar op te zoeken, door met elkaar om te gaan, door in te zien, hey, we hebben hier conflict, en te kijken, wat is dat conflict? Ik denk dat wij een andere definitie aanhouden van fascisme, maar als ik daaroverheen ga, dan denk ik niet dat dat in een strijd tegen extreemrechts een daadwerkelijk probleem is, in de zin dat ik denk dat jullie de foute kant kiezen. Ik denk dat in die zin dat soort kleinere problemen, dat die alsnog niet zorgen voor een gebrek aan samenwerking. Ik denk dat zo'n eerste stap is inderdaad meer samenwerken. Dat is niet je voormalige secretaris een onvoorzichtige oproep tot fusie op Twitter laten plaatsen. Ondanks dat misschien bij ons gebeurd is. Maar dat is elkaar blijven uitnodigen, elkaar blijven uitzoeken en kijken, kijk, komen we tot zo'n conflict of niet? En als we niet tot zo'n conflict komen, dan kunnen we door. En als we wel zijn tot zo'n conflict komen, dan komen we dat wel. En dan kunnen we vanaf daar verder zien. Ik denk dat daar onze achtergrond van hoe we zo'n beweging opbouwen, is daarin belangrijk. Wij komen uit de SP. En dat laat al zien, zeg maar, wij willen echt werken waar we denken dat de arbeiders op dat moment zijn. En hoe gebrekkig de SP ook was, we dachten wel, daar is arbeidersstrijd aan de hand. Daar is daadwerkelijk een strijd van de arbeidersklasse om te gaan, om voor hun belang op te komen. En dat was een iets te heterodoxe club, bleek. maar dat betekent niet dat het waardeloos was. En ook onze strategieën kunnen daarin dat goede nieuws brengen voor die sociale bewegingen.
Ik denk dat dat zelfs essentieel is om duurzame bewegingen op te bouwen. En dat we daarin redelijk overeenkomen in hoe we denken dat we duurzame strategieën opbouwen. Maar desondanks alles, ik weet niet of we daarin overeenkomen. Want daardoor moeten we denk ik eerst elkaar opzoeken voordat we dat soort dingen kunnen weten. Ik denk, de eerste plaats, ja, wat er nodig is, is dat we hetzelfde doel hebben en dat we het doen. Ja, dat we daarin vrijwillig, ja, ons eerste doel zetten op dat socialisme in die bewegingen brengen. En daarin misschien, ja, ons eerste belang bij onze eigen organisaties en ons ego aan de kant zetten. En het op die manier kijken. Ik denk ook, als we kijken naar de socialisten, dan is dat inderdaad misschien soms een te heterodoxe club. Daar hebben we ook hevige conflicten uit. Maar als we elkaar nooit opgezocht hadden, dan hadden we nooit groepen kunnen vinden in die soep aan mensen met wie we wel denken, dat zijn kameraden. Dat zijn mensen met wie je de lange strijd kan voeren. En met wie je een sterk links op kan bouwen. En ik ben altijd al van het kort spreken geweest. Dus ik denk dat ik daar eigenlijk gewoon bij laat. Want ik heb niet zoveel meer te melden. Heerlijk efficiënt. Ja. Hoi allemaal. Nou, ik ben Rebecca, voorzitter van Bijeen. Ik ben allereerst heel erg vereerd om hier te mogen zijn vandaag. En gevraagd zijn om te spreken. En ik wil ook jullie allebei bedanken voor jullie bijdrage, Ewout en Willem. Volgens mij zijn dat hele goede openingen van het gesprek dat we vandaag hier ook straks met elkaar zullen gaan hebben. Namelijk het gesprek over hoe bouwen we nou een links op dat daadwerkelijk nog iets voor elkaar krijgt. Ik denk dat Ewout net al heel goed heeft beschreven wat de status is van links. Nou, daar hoef ik niet overheen te gaan. Het staat er niet al te best voor. En ik denk voordat we willen spreken over hoe moeten we het wel doen, moet je ook een probleemanalyse hebben van wat gaat er nou exact nu fout. En er zijn wat punten waarvan ik zelf dacht, laten we daar een keer over hebben. En ik vind het zelf best wel spannend, want ik ga potentieel wat mensen hier in de zaal per ongeluk tegen de schenen trappen, maar dat is nooit persoonlijk. Allereerst, ik denk dat een van de problemen die we moeten identificeren op links is, en dan als ik het heb nu over links in deze context, ga ik het hebben over radicaal links, ga ik het hebben over socialistisch links. Ja, PvdA is, en dat is weer goed. Ah. Niemand gaat het daar wel in links over de PvdA. Dus in die socialistische beweging denk ik dat we onder ogen moeten zien dat zeker in de huidige tijd onze beweging vooral wordt aangestuurd door intellectuelen. Nou, ik zelf ben bijvoorbeeld iemand die niet gestudeerd heeft, maar goed, je kunt mij al hardly een arbeider noemen, want ja goed, behalve dat ik uit een arbeidersgezin kom, heb ik nog nooit een vinger vies gemaakt aan echte arbeid. Ik denk dat je dat ook breder ziet in de socialistische beweging. Is dus het leiderschap binnen onze organisaties, dat ingevuld door intellectuelen. En intellectuelen zijn geen probleem natuurlijk, maar een intellectueel maakt nog geen arbeider. En dat is denk ik wel belangrijk om te realiseren. Dat we een kloof zien tussen de arbeidersstrijd, datgene waarvoor wij doen, en anderzijds de leiding, denk ik, van socialistische organisaties in Nederland. Socialistische organisaties zijn daardoor vaak slecht geworteld in bewegingen. Zijn meestal geen massabewegingen. Waar het, hè, zoals ik hier hoorde, SP had nog wel een soort van die potentie om zo'n echte arbeiderspartij te zijn, die arbeidersklasse. Ja goed, maar die zijn natuurlijk ideologisch helemaal afgedwaald. Dus misschien is daar, hadden zij wat meer intellectuelen in het bestuur kunnen gebruiken. Dus misschien kunnen we een uitwisseling organiseren. Maar ik denk dat het goed is om te beseffen dat de revolutie niet wordt gebouwd met ideeën en principes. En dat is het weer een rare zin. Dus we hebben allemaal principes en idealen, maar dat is niet waarmee de revolutie wordt gebouwd. We moeten denk ik goed beseffen dat de revolutie het logische voortvloeisel is van de materiële tegenstellingen tussen de situatie van de arbeider en het kapitaal. Het gaat over de materiële tegenstellingen en revolutie is onvermijdelijk. Het is niet een ideële strijd. Het is iets wat plaats gaat vinden, wat materieel is, wat aan te raken is. En op het moment dat we met die intellectuelen zitten, dat is zo mijn angst, velen niet de materiële tegenstellingen doorleven waar het socialisme daadwerkelijk over gaat. Voor veel intellectuelen is natuurlijk de revolutie van socialisme misschien wel een concept, een idee, iets dat uit boeken komt, terwijl het voor veel mensen, en dat is de ware aard van de strijd natuurlijk, materiële redenen zijn waarom zij tot de klassenstrijd veroordeeld zijn. Het is op zich niet erg natuurlijk, nogmaals, dat er met zoveel intellectuelen zijn, maar dat heeft wel twee gevolgen.
Eén, ik denk dat we daardoor op links hebben gezien dat er ontstaan weer initiatieven vanuit verschillende pluimages van socialistisch links. Maar daar zie je heel veel een ideeënstrijd tussen plaatsvinden. De een die hangt die filosoof aan die al 100 jaar dood is, en de ander hangt de andere filosoof aan die al 100 jaar dood is. Conclusie is dat die mensen al lang dood zijn. Dan zeg ik niet, je moet nooit meer Mao of Trotsky of wie dan ook lezen. Dat zeg ik absoluut niet, maar ik probeer wel te zeggen, hè, laten we eens kijken, wat is de relevantie van vandaag? Want door dat intellectuele puritanisme wat er eigenlijk uit ontstaat, het idee van, ja, mijn niche-stroming is de stroming en et cetera, zien we dat er heel veel confrontaties plaatsvinden tussen linkse organisaties en linkse personen. Weet je, ik had vanochtend nog op Twitter dat ik weer een van de Stalinist in mijn ding had zitten, die dan weer zei dat het een heel slecht idee was om op het Marxisme-festival te spreken. Weet je, ik denk, Jezus Christus, we zijn met precies 3 linkse mensen in Nederland. Laten we dan op zijn minst met die 3 linkse mensen toch even een poging doen om met elkaar aan tafel te komen. Maar dat intellectueel puritanisme, zoals ik dat graag noem, dat is wel een bijgevolg natuurlijk van het feit dat die noodzaak niet wordt gevoeld van die materiële strijd, maar dat het voor mensen concepten is uit boeken. Tweede is denk ik dat discussie dus boven actie raakt. Je ziet het, het is hartstikke mooi natuurlijk om discussiecultuur te hebben, daar kom ik later ook op terug, want ik denk dat discussiecultuur op links gepromoot moet worden. Maar we moeten ons denk ik er wel voor behoeden dat discussie niet de actie gaat overheersen. En wat je vroeger heel erg zag, hè, in linkse bewegingen, is dat we kunnen discussie hebben intern, omdat we weten dat de basis is op orde. De basis is namelijk dat we de klassenstrijd voeren. En daarnaast kunnen we discussie hebben. Maar op het moment dat de klassenstrijd eigenlijk niet goed wordt gevoerd, omdat we niet goed geworteld zijn in daadwerkelijk die arbeidersstrijd als socialistische organisaties, dan is het enige wat overblijft discussie. En wat heeft de arbeidersklasse, het is heel droog om te zeggen misschien, maar wat heeft die arbeidersklasse dan aan de discussie? Dat is punt 1. Dat intellectualisme op links. Ik denk daarnaast ook dat waar strijd niet gevoeld wordt, zie je bovendien dat er een liberalisering, denk ik, plaatsvindt van de ideologie. Dus op het moment dat je niet goed bent geworteld, dan zie je dat de ideologie afdwaalt. Nou, ik hoef de SP niet nog een keer aan te halen, maar ik moet het toch even noemen. De SP. Maar ik denk ook dat als ik naar mijn partij kijk, bijvoorbeeld, hè, dat is ook een zelfkritiek gelijk, wij dit ook heel duidelijk bemerken. Hè. Een linkse partij, een intersectionele partij, van identiteitspolitiek natuurlijk een belangrijke factor in ons ontstaan. Maar wat zie je gebeuren op het moment dat er te veel van die intellectuelen met elkaar gaan zitten, dan gaan we met z'n allen discussiëren over of het nou racistisch is om kritiek te leveren op, noem een random persoon in de organisatie, omdat, hè, dat is toch een zwart persoon en dat is een wit persoon die dat dan zegt, of, weet je, dat is een trans persoon en dat is een cis persoon die het toch zegt, maar dat is natuurlijk niet waar identiteitspolitiek over gaat, of intersectionaliteit. Het is een systeemanalyse, het is een groter goed, een analyse van de maatschappij en hoe die in elkaar steekt, welke systemen met elkaar samenhangen. En het gaat niet over die individuele discussie die ik met jou heb. En natuurlijk heeft het implicaties voor de individuele discussie die wij hebben. Maar wat ik zie, is dat ook de identiteitspolitiek geïndividualiseerd wordt. Het wordt op individuen betrokken, in plaats van dat het nog als systeemanalyse dient. Het gaat bepalen welke belangen er wel of niet voorop moeten staan. En daardoor krijg je natuurlijk heel erg een soort van het denkeffect. Namelijk, ik ben alleen nog maar een soort cliëntelisme voor bepaalde doelgroepen aan het verrichten. En dat is wel, denk ik, een zorg die we mogen hebben en waar we hoe zeg je dat? Dat je daar in de gaten hebt wat er gaande is. Dat is zeker dus ook aan ons als politieke partij om dat ook te doen. Dan wil ik vervolgens nog even weer door op beide vorige punten. Dus zowel het intellectualisme als, hè, de onrust die er ontstaat op het moment dat dingen als identiteitspolitiek geliberaliseerd worden en geïndividualiseerd worden. En dat is toch wel de associaties. Ik denk dat we op links heel vaak, of iets te vaak hebben dat we liever niet met elkaar associëren dan liever wel. En dat heeft dus allemaal zo zijn redenen. Of we vinden dat Mao slecht is of Trotsky slecht is en daarom gaan we niet met elkaar om. Of we vinden inderdaad dat, noem een andere niche, we hebben zo'n raadslid wat bij ons is weggegaan, daar hebben jullie allemaal gezien. Dus, vrij oncharmant, maar dat vind ik wel een duidelijk voorbeeld van waar identiteitspolitiek fout kan gaan. Ik denk dat hier de boodschap toch blijft, we kunnen ons geen uitsluiting permitteren. We kunnen, precies wat ik net zei, we zijn met 3 mensen op links. Laten we alsjeblieft ons best doen om die 3 mensen dan wel te organiseren. Om wel aan elkaar vast te houden. En ja, we gaan verschillen hebben. Verschillen zijn onvermijdelijk en dat is goed. Laten we daarmee aan elkaar vasthouden. Dankjewel. Goed, ik heb nu heel veel lopen zeiken op links. Dat vind ik altijd heel leuk om te doen. Maar dan gaat het vervolgens over, om ook nog iets te zeggen over wat we dan wel moeten doen. En dat, ga ik eerlijk in zijn, stel, ik had dat antwoord,
dan hadden we hier met z'n allen niet gezeten. Want dan hadden jullie allemaal een ministerspositie gehad in de Volksrepubliek der Verenigde Nederlanden. Want dan hadden we het antwoord al bedacht. Ik heb dat antwoord natuurlijk helemaal niet bedacht. Ik weet niet hoe het wel werkt. Sterker nog, ik ga jullie niet eens vertellen hoe het werkt. Ik hoop dat we daar zo in de discussie achter gaan komen. Maar er zijn wel een paar dingen waarvan ik denk, die zijn belangrijk om mee te nemen. We hebben het net een beetje gehad over verschillende organisaties, versplintering op links. Ik denk niet per se dat het een probleem is. Maar ik denk wel dat het probleem is dat die coördinatie en die afstemming ertussen verbeterd mag worden. Ik geloof echt dat we meer centraal leiderschap nodig hebben in onze beweging. Meer plannen, zoals Ewa net ook al zei. Hè? Bewegingen die acties doen en vervolgens, ja, waar loopt het eigenlijk op uit? Het is leuk dat we nu allemaal acties hebben gedaan, maar waar gaan we heen? Wat is het doel? Is er iemand om die weg te leiden? Dat is niet, ik pleit niet voor een soort fascisme nu. Ik wil even dat verduidelijken. Maar wel van het leiderschap dat we met elkaar moeten nemen om een route uit te stippelen voor een 21ste eeuw socialisme. Het is tijd dat we echt gaan leven in deze tijd. En dat we gaan bedenken, hoe ziet socialisme eruit in Nederland? In het Nederland van de 21ste eeuw. Niet in het China van 1945. Niet in het Rusland van 1917. Dat we nu gaan bedenken, hoe ziet voor ons de weg naar het socialisme eruit in onze context, in onze tijd. En daar mogen wij best wel meer afstemming, denk ik, als linkse organisaties onderling hebben, om dat pand met elkaar uit te kristalliseren. Dus dat is eigenlijk mijn grootste oproep, om daarmee af te sluiten ook gelijk. Is eigenlijk dat ik het heel mooi vind dat we hier als drie verschillende organisaties zitten. En dat ik hoop dat we dit vaker gaan doen, meer gaan doen. Die uitwisseling tussen linkse organisaties onderling, socialistische organisaties onderling. Omdat ik denk dat dan alleen, door daar dat gesprek aan te gaan, we de route kunnen uitstippelen naar een links dat eindelijk werkt. En dus ik kijk uit naar het gesprek van straks. Dank jullie wel.